Maar de Wareel, opnieuw de winnaar. Dus het roos. Ja, inderdaad. Prachtige kleur gekregen. Nu is het inmiddels een prachtige kleur. Ik las een bericht van je, waar steken jullie me nu in? Ja, een beetje misschien wel. Ik leg hier op de roze Teletubby, die niet bestaat. Ik kan bij de vier Teletubbies. Nee. Ik ben heel trots op die roze kleur te mogen dragen. En nog trotser dat ik die vandaag heb kunnen verdedigen. Ja, en op wat voor manier? 3 keer 10 punten. Overmacht. Overmacht zou ik niet zeggen, want het waren altijd heel close races. Maar ja, ik ben wel blij dat ik er elke keer net dat tikkeltje extra had en er van voor kon uitkomen. Ja, bijvoorbeeld op een gegeven moment van het fietsen naar het zwemmen, zie ik jou als een duvel rond het zwembad lopen om als eerste terug het water in te gaan. Ja, dat was een van de dingen die ik geleerd had van in Londen, dat het komt hier echt neer op tiendes van secondes. Ja. Dus als je als eerste dat water kunt induiken, dat is echt een enorm voordeel. Dus ik probeerde echt wel om de mensen die een beetje op hun adem getrapt waren, in de wissels dubbel af te straffen eigenlijk. En dat ik helemaal van voor in het water kon springen. Ja, dat werkte goed uit. Ja, inderdaad. Want? Ik denk dat ik geleerd heb uit Londen van de kleine dingetjes die heel belangrijk zijn in de Arena Games. En dat nu in de praktijk heb kunnen omzetten. Ja, want jij zegt een klein verschil. Maar er zat 6 punten na 2 races naar de achtervolgers bij jou. Hè? Dat is veel. Ja, dat is inderdaad veel. Maar ja, ik denk dat punten niet alles zeggen. Want het was wel echt een heel close race elke keer. Als je het in seconden zou uittellen, dan komt het misschien niet eens neer op 6 seconden voorsprong. Dus die punten die laten misschien uitschijnen dat het gemakkelijker was dan dat het effectief was. Het leek in ieder geval heel erg gemakkelijk. En hier op de tribune ging al rond, we zien hier de nieuwe Olympisch kampioen. Oei, dat is hier al veel druk liggen. Maar ik hoop dat ik op dit elan en met deze blijde geest en vreugde van deze races goed te kunnen doen, hierop kan voortgaan in de training ook. Ja, ik denk dat er dan wel heel veel mogelijk is deze zomer in een aantal heel grote doelen die er nog aankomen. Het grootste, daar hebben 5 ringen mee te maken, denk ik. Ja, inderdaad. Wat ziet je programma er verder uit tot aan Tokio? Nu, volgende maand gaan we dan terug aan de bak in de normale races, in de ITU races. Dus dan zal ik de WTS in Yokohama doen. De week daarna doe ik World Cup in Lissabon. En dan doe ik ook nog de World Series in Leeds, dat is begin juni. Dan gaan we op hoogtestage gaan, dan gaan we op hittestage gaan en dan zitten we in Tokio en dan is het voor echt, dan is het spelen gedaan. Wij wensen je in ieder geval heel veel succes en dank voor het interview. Super, dankjewel.